Ook wel gefeliciteerd. Vandaag een hele andere wedstrijd als vorige week. Ja, vond ik ook. Dankjewel. Ik denk dat wij terecht hebben gewonnen. Met veel controle over het spel. Opbouwden de eerste 7 minuten. En meer kans gecreëerd. Veel meer balbezit. En heel weinig weggeven. Dus je komt 2-0 voor. Niet lang naar rust. En dan speel je het zakelijk uit. Ja, klopt. En dat typeert een volwassen ploeg. Dat hebben we in ons. Dat hebben we al vaker gezien. Baandrecht, denk ik, de laatste was dat we zo dicteerden en gecontroleerd hebben. Ja, dat is gewoon een heel, heel prettig wapenfeit. En ook die nul houden, dat is niet zo heel vaak gebeurd. Dat is natuurlijk iets waar je als trainer heel erg blij van wordt. De uitslagen op andere velden zijn positief voor ons. Ja, als je dan zaterdag wint tegen de leden, dan sta je er heel goed voor. Zeker, dat is wel als. Hè. Dat moeten we eerst maar laten zien. Daar hebben we al van verloren van de leden. Vandaag pakken ze de vogels. Tenminste, die wedstrijd is nu nog bezig, maar we staan 3-1 voor. En ja, weet je, het is gewoon een kenmerk van deze competitie. Het zit zo dicht bij elkaar in kwaliteit dat je elke week scherp moet zijn. Dat hebben we vorige week gezien. Je bent het niet, op alle fronten niet, en je verliest van Maassluis. En dat is dan wel prettig dat je er de week daarna weer staat. Ik moet zeggen, dat is tot nu toe telkens wel gebleken. We hebben steeds maximaal maar 2 keer verloren. Dus geen hele slechte, lange series. Maar ik moet zeggen, vandaag ben ik wel echt tevreden, absoluut. Dinsdag Taxandra voor de Omroep Brabant Cup. Speel je met een ander team? Geef je jongens rust? Ja, absoluut. Dit zijn ideale wedstrijden om de jongens die minder minuten maken te laten spelen. We willen natuurlijk wel alles winnen, ook die wedstrijd. Dat is een mooie dag voor die andere jongens. Je kent de tegenstander, want we hebben er in de districtsbeker al tegen gespeeld. En verwacht je ervan? Ja, een beetje hetzelfde type wedstrijd. We hebben natuurlijk meer kwaliteit. We spelen ook hoger. Dus je bent gewoon aan je stand verplicht die wedstrijd te winnen. Aan de andere kant, dit soort wedstrijden hebben we natuurlijk ook vaak genoeg meegemaakt die dan toch misgaan door dat spelers te weinig zin in zo'n wedstrijd hebben. Of dat ze gewoon niet gemotiveerd zijn. Ja, dat zou heel kwalijk zijn. Maar goed, voor de jongens die minder spelen is het natuurlijk wel iets om je te bewijzen. En daar zal ik ook op aansturen. In ieder geval het goede gevoel van vandaag meenemen in die wedstrijd. Ja, absoluut. En vooral ook richting de zaterdag daarna. Want je zegt net treffend, winnen is gewoon de koppositie overpakken. En we zijn weer back on track.